Tegengaan van wildplassen, aanpak van de hygiëne in de binnenstad en Paramaribo Centrum aantrekkelijk maken. Dat is het doel van de vierde reeks openbare toiletten die het commissariaat Paramaribo Noordoost vanmorgen heeft onthuld. Dit project is het resultaat van public-private partnership tussen het commissariaat Paramaribo Noordoost, het ministerie van regionale ontwikkeling en sport en een lokale ondernemer. Districtscommissaris Ricardo Bolla wijst op de belangrijkheid van dit project. Als het gaat op het gebied van persoonlijke hygiëne. Het mag niet zo zijn dat wij als inwoners van dit land, maar ook zij die de binnenstad bezoeken, van buiten en van binnen, dat als zij eenmaal als mens hun behoefte moeten doen, dat er geen plek is. En ik kan u verzekeren dat alle winkels hier in de nabijheid, als u naar het toilet wil gaan, er is geen toiletfaciliteit. Klopt als een paal, puntje, puntje. Slechts twee plekken kunt u terecht, dat was in Krasnapolski, is nu in verbouwing en bij Roepram. En ik heb het zelf meerdere keren ervaren. En ik heb me jaren eraan gestoord. U moet zich voorstellen, al die venters hier in de Jodenbredestraat, nu goed georganiseerd. Waar moeten zij terecht? De DC kondigt meer van deze openbare faciliteiten aan, waarmee de binnenstad ook toeristisch vriendelijker kan worden.